Allemaal hoeden voor 1,49. Oeh, dit is ook heel handig voor in de tas. En dan ga ik nu aan jullie laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Hallo jongens en welkom terug op het YouTube kanaal van Action Nederland. Mijn naam is Christina en misschien ken je me wel van mijn eigen YouTube kanaal, namelijk Christina K. En vandaag is het weer tijd voor een shoplog en vandaag heb ik me gefocust op allemaal beauty en verzorgingsartikelen voor de zomer. Nou heb ik me niet helemaal kunnen inhouden en heb ik wat extra ditjes en datjes. En ik neem jullie eerst mee de winkel in en daarna laat ik allemaal zien wat ik gekocht heb. Dus ben je benieuwd? Blijf dan gezellig even kijken. Doe je duimpje omhoog en abonneer ook zeker op het kanaal van Action Nederland, want dan mis je geen enkele upload en laten we snel gaan beginnen. Oeh, dit kan heel handig zijn op een warme zomerdag. En dit is natuurlijk ideaal om mee te nemen als je bijvoorbeeld een weekendje weggaat. Even kijken, voor de zomer is het natuurlijk ook heel chill om een body mist op te doen. Want dat is gewoon minder zwaar dan een parfum. Je hebt best wel veel keus. Even kijken, wat is dit eigenlijk? Oeh, dit is ook heel handig voor in de tas. Ik ben echt dol op de beauty afdeling, dus hier ga ik ook nog even tussen kijken. Deze heb ik trouwens laatst gekocht, deze twee. En deze is zo mooi. Kijk nou. Echt prachtige kleuren. Als het festivalseizoen doorgaat, is het natuurlijk ook echt ideaal. Oh mijn god, kijk hoe mooi. Maar dit heb ik vandaag niet nodig. Snel doorgaan. En deze heb ik natuurlijk laatst in een video getest. Echt een aanrader. De leuke haartangen. Dit is helemaal ideaal voor het vakantieseizoen. Je hebt hem in het groot en kleiner. Alles is nu zo lekker kleurrijk trouwens. Echt heel leuk. Oh mijn god, kijk dit. Dit is toch van die meme. Let that man go. Een haarmasker. Welke heb je nog meer? Don't be a prick. Oh, hilarisch. Ik zou eigenlijk heel graag een strandhanddoek willen. Maar dit is allemaal een beetje basic voor thuis. Oh mijn god, ik heb mijn afdeling gevonden. Dit is echt ultiem zomers allemaal. Je hebt ook eigen bikinis. Mega leuk. En kijk hoeveel badlakens. Ik ga er even goed naar kijken. En allemaal hoeden voor 1,49. Oh mijn god. Heel leuk. Deze witte heel leuk. Oh, ze hebben dus verschillende. Zie je dat? Je hebt ook een roze. Oké, ik heb voor deze groene gekozen. Maar nu zie ik dus deze. Oh mijn god. Wat moet ik nou doen? Je hebt trouwens nog veel meer. En zonnebrand. Goed, en deze dan. Dit is al helemaal fantastisch. En dan ga ik nu aan jullie laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Als allereerste, ik vind het zo leuk dat Action met elk seizoen een nieuwe shopper heeft. En deze ziet er hartstikke vrolijk en zomers uit met die gele kleuren. Dus die kon ik natuurlijk ook niet laten liggen. Als allereerste heb ik een accessoire. Ik heb namelijk een hoed gekocht. Echt heel erg goed geprijsd was die, zoals je kon zien in de winkel. En je hebt hem ook in verschillende kleuren. Ik ben voor deze lichte gegaan. Vind ik heel erg leuk. En dit is natuurlijk wel echt een accessoire. Maar ook echt een goed verzorgingsproduct voor je hoofd. Zodat je in ieder geval geen zonnesteek oploopt. En dat doe je ook gewoon lekker op deze fashionista manier. Ik zag helemaal mijn zomerse foto's al voorbij komen in mijn hoofd. Wat ik allemaal kan maken met dit hoedje. Dus helemaal leuk. Ik ben er zo blij mee. En mocht je het gemist hebben, de hoed kost €1,49. Dan gaan we door naar iets wat absoluut in de zomer niet mag ontbreken. En dat is namelijk een zonnebrandcrème. En ik heb deze van Zenova in factor 50. En deze is geschikt voor de gevoelige huid. Wat super leuk is, is dat dit als beste product is gekozen door de Consumentenbond. Het is natuurlijk super belangrijk om je huid goed te beschermen tegen de zon. Dus als ik binnenkort een dagje in de zon ga, neem ik deze zeker weten mee in mijn beauty bag. Natuurlijk kan dat niet altijd goed gaan. En daar heb ik ook een aftersun meegenomen. En hier zit een mooie spray op. Dus helemaal top. En met deze twee producten ben ik in ieder geval helemaal goed beschermd. En mocht het toch misgaan, omdat de zon veel te sterk is ofzo, dan heb ik nog altijd een aftersun. En deze verpakking kost €2,95. En de aftersun is €1,95. Dan heb ik ook echt iets heel erg leuks gevonden. Ik kon het bijna niet laten liggen. Festivalseizoen mag beginnen, wat natuurlijk mega leuk is.
En kijk nou hoe leuk deze kristalstickers zijn. Dit is echt al helemaal voor je gemaakt, dus je hoeft er niet over na te denken. En het wordt precies afgebeeld waar je het op moet plakken. En deze is bijvoorbeeld voor je gezicht. Dan heb je dus wat steentjes op je voorhoofd en onder je ogen, wat mega vet is. En deze gaat dus aan één kant van je gezicht rondom je oog. Ook super, super leuk. En dan heb ik ook nog een hele grote, wat dus zo tussen de boobs kan. Dus dat is ook heel erg leuk. Eindelijk kunnen we weer helemaal uitpakken. Dus daar heb ik echt helemaal zin in. En deze kosten allemaal 99 cent per stuk. Wat mij heel erg handig leek voor de zomer zijn deze wipes. En dit zijn 3 super kleine verpakkingen. Dan heb ik eerst deodorant wipes. Wat echt ideaal is. Trouwens, daar heb ik ook nog een grote variant van. Dan heb je ook nog refreshing wipes. Dus dan kan je ergens anders voor gebruiken. Voor je handen misschien. Of als je iets gemorst hebt. En dan heb je ook nog make-up wipes. Nou, dus mocht jij een dagje weggaan en je denkt zoiets van, ik heb wel extra refreshing nodig, dan is dit wel echt ideaal. En deze kostte 79 cent. Dan heb ik ook nog een verpakking gevonden met alleen maar deodorant wipes. Mocht je dat dus het handigst vinden. Dus wel een iets grotere verpakking met 25 doekjes. Lijkt me ook echt super handig om in de handtas mee te nemen. Al ga je een hele dag op terras zitten of zo, je gaat toch zweten en misschien is dat gewoon een hele fijne manier om jezelf wat op te frissen. En deze kost 59 cent. Dan heb ik nog iets anders meegenomen. En dit heeft natuurlijk weinig met beauty of verzorging mee te maken. Maar het is wel heel erg lekker zomers. Ik zag hem in meerdere kleuren. Het zat tussen de grote handdoeken en ik kon het eigenlijk niet laten liggen. Ik denk dat ik me wel een beauty ga voelen als ik het aan heb. Want er zit echt een klein glittertje in. En het ziet er zo mooi en stevig uit dat ik dacht van, oké, dit moet ik gewoon meenemen en de zomer oplopen. En deze kostte €2,99. Mocht jij deze zomer op reis gaan, dan is dit wel echt ideaal. Ik wil mijn haar namelijk altijd gefeund hebben. Mocht ik nou ergens kamperen of ergens anders verblijven, ik vind het gewoon heel erg fijn om mijn haar te drogen. Nou is een föhn meestal best wel groot. En deze is dus speciaal bedoeld om mee te nemen als je op reis gaat. Mega, mega handig. Het is echt een heel goed fijn formaatje. En dit is hoe die eruit ziet. Dus zoals je ziet, je kan hem inklappen en weer uitklappen. Je hebt gewoon 2 standen, meer heb je ook niet nodig. En dan kan je gewoon je eigen droger meenemen. Nou, echt ideaal als je het mij vraagt. Hij ziet er ook nog eens super mooi uit. Is van Elle. En deze kost €6,95. Wat mij betreft zijn enkelbandjes echt helemaal het ding van de zomer. Ik vind het echt super leuk om dan enkelbandjes te dragen. Ik zag in ieder geval mega, mega veel sieraden in allerlei kleuren. Nou is dat niet helemaal mijn ding. Maar ik heb wel 1 gekleurd enkelbandje. Dus dat vond ik al goed genoeg. En hier zitten natuurlijk 3 enkelbandjes in. En deze kost 99 cent. Iets anders wat mega handig is om mee te nemen is deze travel size mini scheermes. Ik zal hem even uit de verpakking halen, want ik vind hem er echt heel leuk uitzien. Het zit dus echt in een doosje. En als je hem openmaakt, zit er zo'n schattige mini scheermes in. Wacht, ik kom even terug erbij. En dit is hoe het eruit ziet. Dit is toch fantastisch. Kijk, je doet hem zo hierin en dan kan je hem weer dicht doen en dan kan hem zo meenemen. En deze kost maar 99 cent ook. Hij ziet er zo schattig uit. Ik kan gewoon niet meer. Het is echt een hele leuke, schattige scheermes. En hij is natuurlijk heel klein, maar hij is wel heel breed gemaakt, waardoor je hem dus wel gewoon heel chill kan vasthouden. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze gaat werken. Deze gaat in ieder geval wel mee op reis, mocht ik op reis gaan. Dan zag ik iets heel erg leuks. Ik zag namelijk deze 2 armbandjes. En dat deed me heel erg denken aan van die haarelastiekjes. Maar dat zijn dus 2 armbandjes. En wat mega leuk is, is dat hier de citronelle geur aan vast zit. Waardoor, je raadt het al, muggen en vliegjes en van alles hier niet aan zullen vliegen. En het is waterproof en de geur blijft 5 tot 7 dagen zitten. En hier staat ook dat de geur extra sterk is. Nou, ik vind dat echt in ieder geval een hele leuke uitvinding. Veel beter dan van die smeersels op je lichaam, want het plakt altijd en het stinkt enorm. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit in de praktijk gaat werken. En deze kostte 79 cent per stuk. En zoals jullie wellicht al in de winkel zagen, was ik heel erg aan het twijfelen over welke strandlaken ik wilde hebben. Want ik miste ook oprecht eentje in mijn leven. En toen zag ik dus een heleboel hele leuke en ik kon ze natuurlijk echt totaal niet laten liggen.
Uiteindelijk ben ik toch voor deze groene gegaan. Want die met printjes, die waren echt mega leuk. Ik stond echt op het punt om die gele op te halen. Maar deze is dus ietsje groter. Deze is 100 bij 200 centimeter. En die andere was 180. Eigenlijk maakt het helemaal niks uit, want ik ben 1,63. Dus voor mij maakt het helemaal niks uit. Misschien ga ik toch nog even terug voor die gele, want die vond ik eigenlijk ook heel erg leuk. Maar goed, ik heb dus deze XL Beach Towel meegenomen, wat ook super heerlijk zacht is. Zo, dat schoot weg. Oh, het is ook zo'n mooie, mooie, prachtige kleur. Wow, hij is echt enorm. Wacht, ik kan het niet eens laten zien. Zo groot is het. Ik ben echt heel erg blij. Oh mijn god. Oké, ik ben toch wel blij dat ik voor deze hele grote ben gegaan. En deze kost €9,98. En dan als allerlaatste heb ik nog een body mist. En hier staat Aloha Beach. Dus dit deed me ook natuurlijk meteen denken aan het strand. Ik vind het ook echt een hele lekkere geur. Soms zijn body mists best wel heel erg zoet. En deze heeft dat niet. Het is niet extreem zoet. En daarom vond ik hem echt heel erg lekker. Dus deze ga ik ook zeker gebruiken in de zomer. Mocht je in de Action zijn, vergeet dan niet om even langs dat schap te lopen. En even in ieder geval te ruiken. Want deze ruikt oprecht heel erg lekker. En de body mist kost €1,69. En dit was mijn allerlaatste item dat ik heb geshopt vandaag. Jongens, vergeet niet dat het assortiment mega snel verandert bij de Action. Dus voordat je het weet zijn de dingen uitverkocht. Mocht je iets leuks zien, wacht dan niet te lang om naar de winkel te gaan. Want straks is het weg. En dan was dit de video van vandaag. Hopelijk vonden jullie het leuk en zijn jullie geïnspireerd geraakt. Dus als je de video leuk vond, vergeet dan niet om nog een duimpje omhoog te doen. En om te abonneren op het YouTube kanaal van Action. Verder lijkt het me heel erg leuk als jullie een reactie willen achterlaten onder de video met jouw favoriete item. En dan wil ik jullie nu heel bedankt voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!